Het goede nieuws is dat het een opportuniteit is. In die zin dat Bull is een groeiend bedrijf. Dus dat wil zeggen dat wij additioneel mensen nodig hebben om effectief de vragen van de klanten te ondersteunen. Maar dat informatica mensen is een knelpuntberoep. Dus het is enorm moeilijk om mensen te vinden. En vanuit dat oogpunt ben ik gaan analyseren, onder andere met mijn zoon van 14 jaar, om te zeggen, kijk, wat is jouw imago van de sector? Waarop hij is antwoorden van, kijk, dat is voor rare mannen in een donkere kamer achter een computer. Als dat inderdaad het beeld van de jeugd is, dan is IT is cool, het onder andere een programma om aan te tonen aan verschillende leeftijden, Umayora studenten, door zelf de boodschap uit te dragen. Dus ik ga zelf naar 500 studenten toe, om aan te tonen dat IT cool is en dat er heel veel dingen zijn die een breder kader zijn dan alleen maar het technologische gedeelte op het einde. Ik denk dat het belangrijk ook is vanuit de sector om aan te tonen dat het een imagoverandering is en dat we breder kunnen gaan. Ik heb een analyse gemaakt binnen Bull. 50% van de mensen die voor Bull werken hebben informatica studies gedaan. Maar 50%. Dat wil zeggen dat de overige rollen zijn ingevuld met mensen die totaal andere studies gedaan hebben. En als je een project bekijkt, bijvoorbeeld op het gebied van een bepaalde applicatie die gemaakt wordt, dan heb ik zowel mensen nodig die een analyse kunnen maken van de business, die misschien eerder het financiële aspect kennen, heb ik mensen nodig die het kunnen omzetten in de juiste communicatie naar de mensen toe, heb ik mensen nodig die projecten kunnen managen, die leiderschapscompetenties hebben, en ik heb ook technisch geschilde mensen nodig. Maar het project is effectief de bedoeling van een bredere omgeving aan te spreken dan alleen maar de technische profielen en aan te tonen dat het niets is voor rare mannen, maar heel cool. Uh, 25%, dat is niet voldoende, maar het is zo dat ik het situatie geërfd heb. Bull is een bedrijf en bestaat 72 jaar in België. En je erft een bepaalde historiek. En het zou maar te gek zijn dat ik de opportuniteit moet gebruikmaken om mensen uit de organisatie te halen, net omdat ze niet de juiste gendermix hebben. Wat ik wel probeer te doen, is op bepaalde opkomende functies ervoor te zorgen, en dat is misschien het rolmodel dat ik moet spelen, om ervoor te zorgen dat in bepaalde kritische functies een gezondere balans is in opkomende managementfuncties. Dat vraagt een stuk meer betrokkenheid, maar dat vraagt ook een stuk een volledig andere aanpak van de organisatie. Ik ga een voorbeeld geven. Bull is een dame op leeftijd, vanaf 72 jaar mag ik dat zeggen. Sinds vorig jaar hebben we alle interne communicatie afgeschaft en hebben we een interne Facebook gemaakt. Dus we hebben nu Bullinks, dat is exact dezelfde technologie als Facebook, waar wij nu de mensen zelf verantwoordelijk zijn om de interne communicatie te brengen. En het is heel raar, maar vermits mannen en vrouwen anders communiceren, krijg je ook een heel andere input en een heel andere betrokkenheid van de mensen in de groei van de organisatie zelf. Enerzijds, anderzijds, dat draagt zich uit en wordt ook het bedrijf jonger en aantrekkelijker om jongere meisjes aan te trekken in plaats van een oude dinosaurus geschiedenisorganisatie. Het eerste is zeker en vast zelfvertrouwen. Ik denk dat we spijtig genoeg te veel horen waarom het niet zou gaan, in plaats van na te denken wat de mogelijkheden zouden zijn om wel te lukken in je carrière. Een man is anders dan een vrouw. Een man kijkt anders naar een bepaalde situatie als een vrouw. En wij stellen ons soms misschien veel te veel vragen. Zou dit wel lukken? Zouden we dat wel kunnen? Terwijl dan misschien mijn mannelijke collega's, die gaan er gewoon voor. En sommige dingen lukken en sommige dingen lukken niet. Dus mijn eerste aanrader is in ieder geval, heb veel meer zelfvertrouwen in hetgeen wat je doet. Bouw op je sterke kanten. En doe vooral de dingen met heel veel passie en gedrevenheid. Het tweede punt is, en dat heeft een beetje te maken met het eeuwige dogma rond work-life balance. Wat trouwens is dat sowieso vervaagt, want zowel ik krijg meer aanvragen van part-time werk van mannen tegenwoordig dan van vrouwen binnen mijn organisatie. Dus dat is meer een fenomeen van de wereld waar we sowieso allemaal mee te maken krijgen. Maar je kan een gezonde work-life balance maken als je project op een gezonde manier aanpakt. Maar als je werkgever zegt van, sorry, ik ben weg, want ik ben 3 maanden in zwangerschapsverlof, los uw probleem op. Begrijp dan de reactie van de werkgever en zeg van, ja, maar dat kan niet. Als je naar je werkgever stapt en zegt, prachtig nieuws, ik ben zwanger,
En ik heb mijn organisatie klaargemaakt dat die persoon en die persoon en die persoon dat en dat en dat en dat kan doen om de continuïteit te garanderen. Dan denk ik dat er nog veel dames zijn die zullen lukken en toch effectief een gezonde work-life balance hebben.